belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De voorzitters van de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben een brief gestuurd aan de voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer. Met dat bericht opende Extra vandaag. In de brief stellen de statenvoorzitters van Curaçao, Aruba en Sint Maarten dat ze meer tijd nodig hebben voor de behandeling van het COHO. Dat is het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Dat is een belangrijk onderwerp voor de toekomst van de eilanden en daarom vragen de voorzitters om meer tijd voordat ze daadwerkelijk een reactie kunnen geven als parlementen. Parlementariër voor de partij MAN, Giselle McWilliams, heeft een brief gestuurd aan de voorzitter van de Parlementscommissie voor Gezondheid, Natuur en Milieu, Eduard Braam. Daarin stelt McWilliams dat het verstandig is als het Curaçaose parlement een afvaardiging stuurt naar een cannabis expo in Medellín, Colombia tussen 21 en 23 mei. Dan kan er meer informatie worden verkregen over medicinale cannabis. Dat is sinds 2019 een speerpunt van Curaçao, maar er is de laatste jaren weinig mee gedaan. Volgens McWilliams kan er ook gesproken worden met het parlement van Colombia hierover. Na Qualectra, nós temos tempo para ser vivo, ora com mais de comunico. Chiama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, fora de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por favor. Para escolher para transita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca, para a visita cerca nos vai mais fácil. Sim! Sí. Aqualectra, su centro de cliente, huerta clapa ser vivo na e momento como te comini a bo. Minister-president Gilma Pik-Pisas heeft een geslaagd bezoek gebracht aan Dubai. Een van de gesprekken die hij daar voerde was met excellentie Sheikh Nahyan Mubarak al-Nahyan. Volgens Pisas heeft Dubai aangeboden Curaçao te helpen met het verder ontwikkelen van het toerisme. Dat kan gebeuren met onder meer onderwijs, maar ook met kennisoverdracht. Volgens Pisas is het een geslaagd bezoek geweest op verschillende terreinen. Een werknemer van Kortijn IJ stond gisteren voor de rechtbank omdat hij wordt verdacht van het achteroverdrukken van meer dan 180.000 gulden. Dat zou zijn gebeurd in een periode tussen 2 augustus vorig jaar en eind oktober. De man zelf ontkent dat hij geld heeft gestolen. Hij benadrukte tegen de rechter dat hij een salaris heeft van 1600 gulden per maand en een schuld bij de bank. Als ik inderdaad 180.000 gulden achterover zou hebben gedrukt, dan zou ik toch op zijn minst de schuld bij de bank hebben betaald, al dus de man. Volgens hem is er ook geen bewijs tegen hem. Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Daarin gaat het onder meer over het feit dat Curaçao en Sint Maarten vanaf dit kwartaal geen liquiditeitssteun meer nodig hebben vanuit Nederland. Wel heeft ze de drie eilanden gevraagd om voor 2023 te zorgen voor een sluitende begroting, aldus de staatssecretaris. Poena blijft het middelpunt van Curaçao. Afgelopen weekend was het weer een drukte van belang. Toch is er een gevaar waarop gelet moet worden, zo stelt de Extra vandaag. Er hangen nogal wat airco's aan de buitenmuren die er erg doorverroest uitzien. Dat betekent dat er het gevaar bestaat dat ze op iemand kunnen vallen en dat moet worden voorkomen, aldus de Extra. Het Curaçaose voetbalelftal treft Canada en Honduras in de groepsfase van de CONCACAF Nations League. Curaçao treft een oude bekende tijdens die groepsfase, want voormalig bondscoach van Curaçao, Remco Bicentini, assisteert de Canadese bondscoach John Hurtman. Canada heeft zich vorige week geplaatst voor het WK in Qatar. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.